Als werkgever ga je ervan uit dat je werknemers loyaal zijn aan je onderneming. Hiervoor zijn een aantal wettelijke regels vastgelegd. HR-expert Jan van Akkoleijen praat hierover met meester Tieleman. Meester Tieleman, welkom. Vandaag gaan we het hebben over concurrentie door werknemers. Wat kan een werkgever verwachten? Wat kan een werknemer doen? Kan u dat even toelichten? De werkgever kan verwachten dat in de uitoefening van zijn arbeidstaken de werknemer altijd en alleen de belangen van de werkgever voor ogen heeft. De werknemer kan perfect ergens elders gaan solliciteren, kijken, kan ik mijn eigen situatie verbeteren? Kan ik een eigen zaak oprichten? Zolang het zich niet materialiseert, kan dit ook lopende de arbeidsovereenkomst. Als het dan toch misloopt, hoe kan ik mij als werkgever wapenen tegen eventuele misbruiken? Essentieel is van in de arbeidsovereenkomst vanaf het prille begin toch al bepaalde clausules te voorzien. Bijvoorbeeld een zware clausule in zaken geheimhouding. Men kan ook denken aan een niet-concurrentiebeding, waarbij men dus in feite als werkgever gaat verbieden dat iemand na het einde van de arbeidsovereenkomst bij een concurrent eenzelfde functie, eenzelfde job gaat uitvoeren. Toch durven kwaadtongen wel eens beweren dat die elementen eigenlijk weinig voorstellen. Uit uw praktijk, wat is uw opinie daarover? Ik stel resoluut dat clausules zoals een niet-concurrentiebeding een absoluut nut hebben. Alleen is het een realiteit die veel bedrijven niet zien, omdat een werknemer niet zal zeggen: kijk, ik heb in feite zin om weg te gaan, maar mijn niet-concurrentiebeding verhindert mij. De realiteit is dat die persoon door dat niet-concurrentiebeding toch te werk gesteld blijft bij zijn werkgever. Ter afsluiting misschien even in een voorbeeld duiken. Ik heb een verkoper die vertrekt en die vertrekt eigenlijk met zijn klanten naar een van mijn concurrenten. Wat kan ik hier aan doen als werkgever? Cruciaal is dat men zelf als bedrijf de boer opgaat, dat men die klanten gaat effectief bezoeken en de situatie gaat duiden en de commerciële troeven gaat uitspelen. Ten tweede kan men ten aanzien van die ex-handelsvertegenwoordiger een aangetekende brief sturen. Als het dan nog verder uit de hand loopt, derde mogelijkheid is dat men effectief juridische acties neemt. Niet alleen tegen die ex-handelsvertegenwoordiger, maar ook tegen die nieuwe werkgever. Meester Tieleman, heel interessant. En ook iets voor bedrijven om echt aandachtig rond te zijn. Dank u wel rond deze toelichting. Concurrentie door werknemers. Dank u.